Hoi iedereen en welkom bij FEMME. Vandaag ga ik jullie mijn favoriete lente nagelakjes laten zien. En dit omdat het nu weer officieel lente is, dus dat betekent dat je weer die fellere kleurtjes op de nagels kunt dragen. En dat die donkere kleurtjes gewoon weer een beetje opzij geschoven mogen worden. En het leek me wel leuk om deze video voor jullie op te nemen, omdat ik hier wel een aantal nieuwe nagellakjes heb die ik gewoon pas heb ontdekt. Maar ook gewoon een aantal oude nagellakjes die ik nu weer heb gepakt, omdat ik die gewoon mooi vind voor de lente om te dragen. Dus mocht jij benieuwd zijn naar mijn favoriete lente nagellakjes op dit moment, moet je vooral even blijven kijken en ik wens je heel veel plezier. Nog even kort iets tussendoor voordat je begint met het kijken van deze video. Het kan wel eens zijn dat ik ineens heel erg overbelicht ben en dan weer heel erg donker. En dat komt omdat ik nu met daglicht film en het is best wel bewolkt buiten, dus dan schemert het een beetje en dat, ja... Het is ineens weer donker en dan is het weer licht. Dus dan weet je in ieder geval waar dat door komt. Het is gewoon daglicht en ja, daar kan je verder niet zoveel aan veranderen. Maar goed, laten we nu snel beginnen. De eerste twee nagellakjes die ik aan jullie wil laten zien, die zijn een beetje budget of nou ja, niet super duur noem ik het maar. Want jullie kennen Kiko allemaal wel, dat is een best wel betaalbaar make-up merk. En die hebben ook nagellakjes in hun assortiment. En ik heb hier twee verschillende nagellakjes van hun die ik super mooi vind voor de lente. Omdat ze gewoon een beetje pastelkleurig zijn en sowieso pastelkleurtjes kunnen eigenlijk wel het hele jaar door. Maar vooral tijdens de lente en de zomerperiode draag ik die kleuren gewoon heel erg graag. En de eerste die ik wil laten zien is deze van Kiko in de kleur 338. Een heel mooi, ja, beetje babyblauwachtig nagellakje met een soort van lila ondertoon. En deze is super schattig voor op de nagels. Het oogt gewoon heel erg mooi. Hij dekt goed. En ja, dit is gewoon een van mijn favoriete nagellakjes voor nu om te dragen. Omdat hij gewoon ook bijna overal bij past. Want blauw is gewoon een hele makkelijke te combineren kleur. Dus dat is de eerste van Kiko. En dan heb ik hier nog eentje van Kiko die super mooi is. En dat is Kiko in de kleur 376. En dit is een heel lief roze nagellakje. Gewoon ook pastelroze. En deze roze kleur die heeft geen shimmer of glitter. Het is gewoon een hele mooie, ja, neutrale roze kleur. En hij is een beetje babyroze, dus echt heel zacht en lief. Dus ja, dit is ook een favoriet nagellakje van mij op dit moment. Dan heb ik hier twee nagellakjes van OPI die ik ook graag wil laten zien aan jullie. En OPI is iets duurder dan de Kiko nagellak, maar wel heel erg goed van kwaliteit. Want als je bijvoorbeeld een nagellak van OPI opdoet, dan blijft het net iets langer zitten, heb ik het idee, dan die van Kiko. Maar deze is mijn eerste favoriet. Dit is een witte kleur en dit is in de kleur Alpine Snow. En deze die ligt al best wel lange tijd in de schappen van OPI. Al best wel lang geloof ik. Ik weet niet hoeveel jaar, maar hij is al best wel lang verkrijgbaar. En dit is gewoon de perfect dekkende witte kleur. En wit kan het hele jaar door. Net als pasteltintjes, maar wit vind ik vooral nu heel erg leuk. En ik heb het ook wel een beetje herontdekt, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat is Alpine Snow. En dan heb ik hier ook nog de kleur die ik nu op mijn nagels heb. En dat is deze van OPI ook in Chocolate Mousse. Dus M-O-O-S-E, Mousse. En dat is een hele mooie nude kleur, een beetje... ja, bruinig, chocoladekleur. Echt heel apart vind ik die. Dus dat is deze kleur Chocolate Mousse. Oké, ik ben nu heel erg overbelicht zoals je kunt zien. Maar ik heb hier ook nog een mooi nude lakje. En deze is van Essence. Dit is de Nude Glam nagellak in de kleur... Even kijken, waar staat het toch altijd bij deze? Oh ja, 05 Café Olé. En ik weet niet of die nog verkrijgbaar is. Ik heb deze al best wel langere tijd liggen. Maar dit is gewoon de perfecte nude kleur. Als jij dus gewoon niet houdt van die fellere kleurtjes, dan moet je gewoon dit soort nagellakjes scoren van Essence. Want die hebben echt hele mooie nude kleurtjes. En hij dekt goed. Hij blijft best wel lang zitten voor Essence. Ik bedoel, ik heb niet heel veel nagellakjes van Essence. Maar deze vind ik dan wel echt gewoon kwalitatief erg goed voor die prijs. En de kleur vind ik gewoon goed. Hij dekt goed. Dus het is gewoon echt een heel mooi nude nagellakje die ik iedereen kan aanbevelen die houdt van nudes. Dus dat is Café Olé van Essence. Dan heb ik hier nog twee nagellakjes die wat feller zijn ook van kleur. En dit is van het merk Cure Bazaar of Cure Bazaar. Ik weet niet precies hoe je dit uitspreekt. Maar dit is geloof ik verkrijgbaar bij Skins in Amsterdam onder andere. En misschien ook online. Weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb het laatst in een goodiebag gekregen. En ja, ik heb nog niet echt goed gekeken waar je het kunt krijgen. Maar ik geloof wel bij Skins voor zover ik het had begrepen. En dit is een roze kleur en het is een groene kleur. En ik zal eerst die roze kleur even laten zien. Die heeft de naam Glam. En dat is een heel mooi lichtroze kleurtje. Hij is niet pastel, niet zoals de eerste roze kleur die ik liet zien. Deze is wel echt wat feller van kleur. Eigenlijk meer een zomerkleurtje. Maar ik vind dit bijvoorbeeld heel erg tof staan met een nude outfit. En dat je dan mooie roze nagels hebt. En dan heb ik hier ook nog Cure Bazaar in de kleur Kale. Dus ja, Kale is een groente. En deze is ook net zo groen als groente. Ik vind deze wel heel erg leuk om te dragen in combinatie met kaki of nude kleding of beige of wit. Het is een hele mooie aparte kleur. Ik zie dit niet vaak bij mensen. Maar ja, ik vind het wel grappig als iets apart is. Want dan heb je weer iets extraordinaries op je nagels. Dus dat is Cure Bazaar in de kleur Kale en dit is Glam. Dus het zijn twee hele leuke nagellakjes die ik ook eventjes wilde laten zien. Nou, dan waren dit mijn favoriete lente nagellakjes op dit moment. Laat ook jouw favoriete nagellakjes achter in de comments, want daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En voor nu heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer in mijn volgende video. Doei! Doeg! En deze kleuren zitten erin verwerkt. Is het palet in de kleur dark en dan is het een Elf blush palet.